Deze heerlijke tagine neemt je mee op reis naar Marokko. Dit Oosterse recept met kikkererwten zit boordevol lekkere smaken, zoals koriander, kaneel en gedroogde abrikozen. Terwijl onze kippendijen ontdooien, kunnen we twee wortelen en een stengel witte selder in blokjes snijden en een ui fijn snipperen. Ideaal om smaak te geven aan onze tagine. De steeltjes en de blaadjes van de koriander hou je het best apart. De blaadjes gebruiken we namelijk pas helemaal op het einde of als versiering. Want als je ze laat meekoken, verliezen ze hun smaak. Dan snijden we een handjevol gedroogde abrikozen in reepjes en de ontpitte tomaten snijden we in grove stukken. Na al dat fijne snijwerk zijn we klaar om aan onze bereiding te beginnen. Eerst bakken we de kippendijen mooi goudbruin in wat olijfolie. Dan stoven we de ui, de wortel en selderblokjes in dezelfde tagine of kookpot. Zo kunnen ze het braadvocht van het vlees absorberen. Niets beter dan wat kaneel, cayennepeper en koriandersteeltjes om een Midden-Oosterse toets te geven aan ons gerecht. Die geven lekker veel aroma's af tijdens het koken. De kip mag weer in de tagine samen met de tomatenblokjes en de reepjes gedroogde abrikoos. Nog wat peper en zout en 2 deciliter water, zodat alles niet aanbrandt. Onze tagine mag nu zo'n 3 kwartier rustig sudderen. Ook de kikkererwten voegen we nog toe. Die hoeven slechts 5 minuutjes mee te koken en we zijn klaar. We raspen een beetje zesten van citroen over onze tagine en versieren hem met korianderblaadjes. Nog een stukje brood erbij en onze Marokkaanse klassieker is helemaal af. Bij dit gerecht past een rijke en krachtige rode wijn, zoals deze Italiaanse Monica di Sardegna. Smakelijk! Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.